Vandaag kook je met Barbara Straathoofd. Je kent haar vast wel van The Voice. Fantastische zangeres. Ook met Love for You bracht ze wekelijks een serenade aan het nieuws. Welkom in mijn casa. Hier in mijn restaurant ontvang ik vrienden. Samen maken we de lekkerste gerechten. En daarnaast is er ook muziek. Dit is Casa Caminita. Ik heb een mooie plek voor de deur. Ja, gaat goed, gaat goed, gaat goed. Stop! De mooiste plekken van het huis. Kijk eens. Ik doe mijn dakje dicht. Alles doe maar. Erin. Ja hoor. Hallo. Barbara, leuk je te zien. Leuk om hier te zijn, hoi. Oh, fijn. Greet, mama Greet, wat leuk. Wat leuk. We gaan vandaag koken. We gaan lekker kokorellen. Italiaans, mijn lievelingseten. Een paar curry met salsiccia en radicchio gaan we maken. We gaan u lekker verwennen. We gaan er gauw naar binnen. Oh, leuk. We gaan beginnen. We gaan. Dankjewel. We gaan er binnen. Kom maar binnen. Kom maar binnen bij Casa Caminita. Welkom. Dank u wel. Dank u wel. Gaat u lekker zitten? Ja. Ik neem een Barbara in de keuken. We gaan lekker koken. Ja. Voor u, maar ook voor ons. Hè? Ik wou net zeggen. Ja, dacht van wel. Ja. En we komen zo terug. Oké. Okay. Ja? Wij gaan aan de slag dus. Wij gaan aan de slag. Wij gaan in de keuken. Dankjewel. Alsjeblieft. Succes. Tot later. Kom maar. Ja hoor, heerlijk, dank u wel. Barbara, alles staat klaar. Ja. Het is er nu. Nu gaan we een compositie van maken. Waar ik mijn muziek maak, gaan we koken. Oké, we gaan met de saus beginnen. We hebben salsiccia, die heb ik uit Italië. Ze zijn een soort al klaar. Kruiden zitten er niet, zout en peper. Dus we moeten heel voorzichtig doen straks met... Toevoegen met zout en peper is al klaar. We gaan beginnen met uien. Gaan we doen, is al gesnipperd. Olijfolie. En dan mag je alle uien gewoon ingooien. Ik help je gewoon gelijk hoor. Ja hoor, kijk eens. Even warm laten worden. Olijfolie mag wel in Italië, is goed voor jou, kijk eens. We gaan lekker fruit. Ik ga er lekker in. Kook je wel vaak hier thuis? Ja, ik ben degene die kookt thuis, ja. Kijk, wat we kunnen doen is de volgende. Als je dat wil doen, kijk, zo'n stukjes. Dat vind ik mooi lekker gaan wezen. En ze gaan echt niet kapot. En de kleur blijft hier gewoon zo. Lekker. Dan mag je aan de slag. En dan ga ik ook een beetje mee helpen. Wil je ze alle zes? Ja, jolle, maar we hebben zelfs gasten. Oh, ja. We zien hier met we gaan voor mama koken, maar ook aan de mensen komen straks. We moeten best te veel op Sint-Italiaans lekker veel eten. Ja. Ja? Ik probeer juist te minderen, maar dat vind ik voor vandaag een goed plan. Precies. Kijk eens, ik heb goede pasta, bakkerie. Prachtig pasta. Hoe heet die pasta? Bakkerie. De soorten pasta. Wat mooi van die pasta is dat de saus gaat er lekker in. Erin zitten. Ja, erin zitten. Ik krijg al trek als jij praat. Ja, goed hè. Doe een beetje knoflook, omdat we willen een beetje bewaren. We gaan straks lekker bruschetta maken ook. Oh, vandaar brood. Ja. Ja. Daar hou ik erg van. We hebben verschillende paddenstoelen. Ik ga tussendoor lekker hier in stukjes maken. Zal ik het doen voor je? Yes. Alsjeblieft. Heb je ook eens een dagje vrij? Kijk eens. Ik ga de salsiccia doen. Kijk eens. Hoe klein wil je deze, die paddenstoelen? Die mag lekker zo, die is perfect. Die mag gewoon normaal, dat weet je wel. Zoals op Zoland. Oh, je kan goed. Ik heb geoefend. En stel voor dat ik ga een plaat produceren. Ga niet goed, dan kom je lekker bij mij werken. Ik heb getwijfeld. Ik dacht, het lijkt me leuk om kok te worden. Maar toen ben ik toch maar tv-werk gaan doen. Dat past denk ik wat meer bij me. Maar ik vind het heel leuk om te koken. Dus je was nog niet bezig met de sanka? Helemaal niet. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat ik kon zingen, echt. Nee, dat meen je niet. Ja, echt niet. Als ik dat mensen hoorde doen, dacht ik, ja, het is goed dat zij voor de camera staan, maar ik hoorde erachter. En toen ineens draaide het voor mij, letterlijk. Gewoon that's it? Ja. Toen heb ik mijn carrière in de wilgen gehangen. Venkelzaadjes. Lekker. Zo. Oh. Heel belangrijk, heel belangrijk. Geen zout. Er zit genoeg zout in de salsiccia. Ja, dat had ik maar dit. Gehoord. Witte wijn. Maar gek genoeg, het is vlees en ik gebruik witte wijn in plaats van rood. Waarom? Echt, hè? Waarom wit? Veel lekkerder. Die soort salsiccia, dat past perfect. Oh, lekker ruikt het. Rood, die maakt alle uien van mij rood. Hij trekt gelijk de kleur, dat wil ik niet. En dat is een mooi geluid, dit. Dat is een compositie. Oh, laat het lekker intrekken hier. Je hebt backstage gewerkt.
Met de twee, jij. Ja. Ik heb eigenlijk de meest uiteenlopende programma's gemaakt. Big Brother, Het Blok, bij productie Obese. Team. Ja. Bij productie. Ik was productieleider. Ik heb dat denk ik een jaar of 12 gedaan. 12 jaar? Ja, zoiets. Niet met zangen? Helemaal niet. Ik had ooit een bandje, maar daar was ik al sinds 2004 of zo mee gestopt. Want ik had iets van, ja, dat is wel gezellig, maar ik kan niet heel goed zingen. En dus ik ben lekker tv gaan maken. En voor ik het wist was ik opgegeven. Je deed de Voice in 2012 of zo? Ja, 2012, ja. Ja, klopt. En sindsdien mijn baan opgegeven en nooit meer productie gedaan. Die gaat erin, heerlijk. Ja, de alle stoelen waren gedraaid. Ja, allemaal. Het was ook leuk. Ik heb echt een leuke tijd gehad. Ja. Ik dacht ook, ik ga mijn baan weer oppakken en ik ga weer na het seizoen begin ik weer, maar nooit meer gedaan. Dat had ik nooit verwacht. Ja, maar het gaat toch goed? Ja, ik ben bezig met een nieuw album. Nieuwe plaat. Ja. Nieuwe plaat. Leuke dingen allemaal. Ja, je moet mee blijven gaan. Oh, het ziet er lekker uit. Mag ik even ruiken? Ik ga een beetje, jij mag ruiken. Oh, heerlijk. Dit blijft heel mooi, het vlees blijft heel zie mooi. Zie je dat? Ja, te gek. Er is wel een beetje peper in. Je mag er even roeren. Ja, lekker. Je bent hier niet voor niks. Yes, dat van wel. Kijk, saus. Niet te veel. Gewoon lekker kleur geven. Oh. Blijf maar lekker roeren. Mijn moeder gaat het heerlijk vinden. Ja, dat ben ik zeker. Ja, weet ik ook zeker. Ja, heerlijk. Kook je met je moeder samen? Nou, wij hebben veel te weinig tijd om samen te koken. Mijn moeder kookte vroeger eigenlijk al, dan betrok ze me overal bij. Dus ik was als kind, zat ik dan op het aanrecht en dan keek ik mee. En dan, dus dat hebben we heel veel gedaan. Ik heb veel van haar geleerd. Maar daar is eigenlijk te weinig tijd om samen te koken. Maar als jullie samen zijn, wat doen jullie samen? Hebben jullie een uitje, zoiets, dat je denkt, we gaan even shoppen? Wij zijn altijd op stap. Als we samen zijn, dan gaan we, weet ik het, van tuincentrum tot muziek of samen lekker maar eten. Maar zij is muzikaal toch? Zij speelt piano. Er was bij ons altijd muziek in huis. Dus ik heb het wel meegekregen van haar. Je kan lekker pruttelen. Ik wil eerst laten zien. Oh, oké. Ja, komt eraan. Kijk eens. Bar, we zijn nu zo'n 7 jaar samen. En elk jaar komt er een kilo bij mij. Geef al aan dat je ontzettend lekker kookt. Heel erg veel lekkere dingen maakt. Dat we iets te veel eten. Maar dat het wel altijd heel gezellig is. Je bent dol op Italiaans eten, dus ongetwijfeld gaan je smaakpapillen alle kanten op momenteel. Ik hoop dat je er heel veel inspiratie op doet, want je weet dat ik er ook heel erg gek op ben. Dus ik denk dat je een fantastische dag hebt daar en geniet ervan. En kom met al die inspiratie en nieuwe energie weer terug en laat mij dan ook proeven alsjeblieft. Ah. Lieve Barbara, ooit topproducer bij Live in Cooking. Oh. Dat kon je ook al zo goed. Maar later zag ik je ineens op televisie bij The Voice en stond je te zingen. En dat wist ik niet. Je had nog nooit gezongen bij ons op de redactie. En ik was zo super trots op je. Je kwam daarna bij Live for You. Je hebt afgelopen seizoen de serenade aan het nieuws bijna wekelijks vertolkt. En elke keer was ik toch wel weer ontroerd. Je hebt zo'n mooie stem. Oh. En je geeft alles en je bent gaan voor je geluk. En dat vind ik zo knap van je. En daar kan ik heel veel van leren. Het gaat je goed, Bar. Ik hoop je gauw weer te zien. Ach. Ja. Wat lief. Leuk, hè? Oh, wat te gek. Alleen die eerste vrouw kende ik niet. Nee. Ja, wel, toch. Ja. Is dat is mijn liefje. Ja, ja. Dat is mijn alles. Ja. En Irene, wat lief, zeg. Goed, hè? Oh, ik ben helemaal ja, geweldig. Uit het veld geslagen. Zullen we de pasta ingooien? Ja. Die gaat er lekker goed. Die gaan we nu even zachtjes doen. Kijk eens, dat gaat lekker intrekken, saus. Okay. Ja, voel je dat? Weer proeven. Ja. Zullen we even checken? We moeten hem even checken. Oh, dat is heel lekker. Ik blijf hier wonen. Oh. Zullen deze? Dit gerecht samen met een beetje bruschetta. Ja. Bruschetta had een beetje brood erbij. Dus we gaan nu gaan maken. Ja? Wil je me helpen? Kan ik je tomaatjes doen voor je? Yes. De zaadjeslijst even uithalen. Hier gaat goed. Dan ga ik nu kijken hoe lekker ingetrokken is. Even naar beneden allemaal inderdaad. Oh, gaat goed. Dan doen we daar restant van de knoffelen. Niet te veel bruschetta. Heel veel mensen gaan heel veel knoffel in gooien. Hoe lekker het is, maar het is rauw is, daar proef je meer knoffel dan tomaten. Ja. Maar als tomaten uit Italië komt, dan is het een ander verhaal. Omdat daar heb je niet zoveel knoffel nodig om probeer smaak te krijgen. Want die heeft al een volle smaak. Vollere smaak. En die komt uit Italië. Hoe klein wil je die? Borden komen uit Italië. En ik ben ook 7% Italiaans. Nee joh. Ik zweer het.
Ik heb net een DNA-test laten doen, want ik wilde dat ik ben geadopteerd. Vandaar dat je zo deed? 7%. Oh, dat is 7%. 6%. 6,9%. Geweldig. Dat is mooi. Ja, leuk, of, ja, doe maar lekker zoals je het lekker vindt, maar gewoon doen. Ik ga een beetje mee helpen, de zaadjes toestand nog even uithalen. Ja. Ik ga je account. En dan gaan we hier lekker... Zo is goed. Wat doe je met brood? Ga je dat insmeren? Ja, dan ga je een soort tramezzini, zo'n brood. Ja. En dan gaan we lekker insmeren met olijfolie en dan gaan we eventjes bakken. Een beetje korsten maken. Dat ga ik het nu doen. Dan doen we zo. 1, 2, 3 en 4. Lekker. Moet je eens opletten. Moet je eens opletten. Tietje, doe je als dan. Spuiten, klaar. Die staat er lekker aan. Eén kaan. De kaan die ik heb gespoten, dat doe ik hier. Maar alleen, dat past hier niet. Dat doen we in twee keer. Zo. En we maken lekker korstje. Oei, lekker. Ik wist deze? Dat ik naar jou toe ging, dus ik heb al 4 dagen niet gegeten. Nee. Kijk eens. En deze doe ik zo. Nog een rondje. Zo, dat gaat goed. En hoe lang moeten die dan? Een paar minuutjes gewoon? Ja, een paar minuten. Een beetje, als je een beetje roken ziet, dan moet je gewoon rijden. Je hoeft de andere kant hoeft niet. Nee, één kant doe ik gewoon. Fantastisch. Ja, ik zet deze uit. Zo. Handig. Klaar. Gaan we straks even stukjes snijden. Zullen we de pasta even ingooien? Ja, ja. Pak je, dit is een mooie pasta. Oh. Oh, die heeft wel eens een tijd nodig. Italiaanse pasta op een zeer eigen manier. Rustig aan. Hoe lang kook je dat? Het is rond de 10, 12 minuten. Okay. Het is best groot, hoor. Welk liedje kan je je moeder blij maken? Nou, dus... mijn moeder die wist natuurlijk eigenlijk net als ik niet dat ik echt... die heeft mij wel horen zingen, maar niet... Daar was ze nooit echt van onder de indruk dat ze dacht, oh, die, nou, wie weet. Maar hoe kun je en blij toen, maken? Nou, toen ik meedeed aan The Voice, toen ik Make You Feel My Love zong van Adele... Ja. Toen zei ze... Ze kwam ze heel emotioneel naar me toe. Dat ging eigenlijk over het feit dat ik eindelijk in 37 jaar een keer een hak droeg. Maar zij was eigenlijk het meest onder de indruk van het feit dat ik Make You Feel My Love van Adele zong. Zullen we gaan doen? Ja, graag. Zullen we gaan spelen? Ja. Want deze is speciaal voor jou natuurlijk. Dat vind ik hartstikke leuk. Komt ie. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there is no me yet. I could make you happy, make your dreams come true. No, there's nothing that I wouldn't do. Go to the ends of the earth for you to make you feel my love. Come feel it to make you feel my uncertainties while I en toch een beetje nog een beetje van die ta 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 ta. Oh, heerlijk, heerlijk. Vandaag is Barbara Straathof mijn gast. Samen met haar kook ik speciaal voor haar moeder. Pakkeri met salsiccia en radicchio gaan we maken. In de tussentijd
komen de gasten ook al binnen. We hoeven alleen nog maar de pasta en bruschetta af te maken. Oké, oregano. Restant van de knoflookcanarin. Wat je wil. Snufje? Wat je wil. Wat je lekker vindt. Ja, ik heb zout en peper ook hier. En olijfolie extra virgin. Dan maak je lekker puur olijfolie. Pasta gaat goed. Oh, ik ben al klaar. Oh, je ruikt er lekker. Oh, dit ruikt ook lekker. We zetten weer mooi de pasta op een blaadje voor radicchio. Oh, lekker. Moet je dat dan nog koken of eet je het gewoon lekker rauw? Nee, gewoon rauw. Okay. En de restant doen we doorheen rauw in de pasta. In de saus. Die gaat goed, die is klaar. Die is klaar. Perfect, helemaal top. Kom, kijk eens. Even driehoekjes. Oh, leuk, ja. He? Perfect. Kijk, zo gaat het heel snel natuurlijk. En dat brood, dan gaan we radicchio gereed doen. Ik zou zeggen, de saus is klaar, is uit, omdat het moet ham. Ja. Zodra de pasta in doet, de warmte dat is gelijk eetbaar. We bewaren drie blaadjes, dat doen we hier, de pasta. En de rest gaan we in stukjes doen. Chop. Ja, chop. Dan gaat hij makkelijk. We kijken als het goed is, gaat eruit. Ik zie... Oh, ja hoor. Kijk. Ja, ik heb hem. Drie wil je ja, er? Drie blaadjes. Okay. Ja, voor ons drie. Leuk. En die gaat ta-ta-ta-ta-ta-ta. Deze ga ik even weghalen. Dan gaan we hele kleine stukjes? Ja, allemaal stukjes. Ja. En dan gaan we lekker door de saus erheen. Heerlijk. Okay. Yes. Die gaan we straks de bruschetta maken. Aan de kant waar geroosterd is. Oh, heerlijk. Pas is klaar. Hoe is het met je radicchio? Ook, bijna. Bijna. Die kan ik even zo, kijk eens. Even dat hartje een beetje eruit. Oh, kijk eens hoe mooi. Mooi kleuren. Kijk, als je in het begin doet, dan gaat het helemaal kapot, hè? Dat is zonde. Een beetje raar is er nog een beetje lekker krokant. Ja. Zal dit ook bij? Yes, doe maar. Zo, klaar. Zo. Prachtig. Volgens mij is die klaar, hoor. Zo. Hij is lekker al dente. Beetgaar. Kijk, die gaat terug op zijn plek. Kijk, als de pasta niet al dente is in Italië, dus beetgaar, dan wordt niet gegeten. Nee, wordt het land weer uitgezet. Ja, echt. Ja, precies. Die moet even erin. Die ziet er heel goed uit. Gaan we zo. En die radicchio geeft het ook een bitter smaak. Ja, maar niet heel erg. Dat valt best mee. De tomatensaus is ook een lekker witte wijn, zorgt voor de zoetigheid. Ik heb geen zuiden gedaan, niks, hè? Nee. Dan mag je lekker roeren. Hé, hey, dat is een goed moment. Laten intrekken. Oh, heerlijk, heerlijk. Je mama. En toch een beetje nog een beetje van die... Ta-ta-ta-ta-ta-ta, je hebt me van op straks. Maar die doen we op de bord. Hey, vind je niet? Lekker. Heerlijk. Dit is mooi. Ik vind het prachtig. Dit gaan we lekker serveren. Even eentje. Zo serveren. Dat kunnen we zo mooi doen. We moeten nu proberen. Ja, dat is mooi. Om dit kijk, dat doe ik een beetje zo. En dan moet een beetje de pasta doorheen. Wacht, ik heb een grote kijk eens. Alsjeblieft. Oh, kijk, doe jij het maar. Nee, doe jij maar. Jij moet gewoon doen. Spannend. Graag. Ja. Ja, mooi zo. Oh. Pasta en daar kom ik. Vast op deze. Ja, te gek. Yes. Mooi. En dan ga je hier opmaken met een beetje peterselie en un po' di formaggio. Barbara. Ah, dit is toch prachtig? Als je voor mij uno doe even van 6 stukjes lekker insmeren bovenop. En doe je op ieder bord 2. Zo, dan neem ik even mee. Oh, en dan gaan we zo. Dit is een verwennerij voor die mama. Oh, die gaat aan alle kanten, maar niet uit. Zo. Dat is inderdaad het verhaal. Ik vind het prachtig. Ik ook. Die gaat wel lekker hier. We stijgen weer boven onszelf uit. Hallo. Jo, wat die vindt. Ik vind het schitterend. Dit. Vind je niet? Hij is klaar. Ja, hij ziet er heerlijk uit. Ja, hè? We gaan richting. We gaan. Mama is klaar, we komen eraan. Mama Grij, hij is klaar. Oh, kijk wat eens. Heerlijk. Oh. Hallo allemaal. Oh. Hallo allemaal. Oh, dankjewel. Alsjeblieft. Dat ziet er toch wel fantastisch weg. Uit. Eens proosten. We gaan eens proosten. Eerst proosten.
Oh, mamma. Op die mama. Op die mama. Salute. 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 Salute allemaal, hè. Salute. Zijn jullie klaar? Smakelijk. Oh, ja. Buon appetito. We gaan proberen. Eet smakelijk. We prikken een vorkje. Hij is lekker. Ik geef jullie even een servetje. Oh, ja. Mmm. Alsjeblieft. Mama gevoel, hè. Dank je wel. Alsjeblieft. Oh, heerlijk. Hij is lekker. Ja. Ik neem nog eentje, hoor. Onwijs lekker. Bijzonder. Lekker met die radicchio erbij, hè? Ja. Hier zijn net 7% Italiaans. Het was een beetje gekscherend. Maar 93%. Waar komen we oorspronkelijk vandaan, eigenlijk? Ik kom uit Libanon. Ik ben geadopteerd uit Libanon. Toen ik 6 weken was, hebben mijn ouders me geadopteerd. Uit Beirut. Waar het oorlog was, dus er is helemaal niets bekend over mijn achtergrond. En toen dacht ik laatst, ik laat een DNA-test doen om te kijken van, nou, waar kom je dan, weet je, wat is je bloed? En daar kwam uit dat ik bijna 7% Italiaans was. Wat best wel raar is, want je denkt, ja, ik ben Midden-Oosten, kom uit het Midden-Oosten. En toen bleek ik ineens toch 13% geloof ik Europees te zijn. Voor de rest natuurlijk gewoon Midden-Oosten en Noord-Afrikaans. Ja. Ja. Maar vooral die 13% Europees vond ik eigenlijk wel grappig. Maar ben je teruggegaan? Ja. In 2008. 2008. Ben ik teruggegaan samen met mijn zusje en toen... Waarom gewoon... Als toerist. Ja. Als toerist? Ja. In Libanon? Ja, ja. Naar Beirut. Beirut, oké. Ja, naar Beirut. Tuurlijk, en toen brak de oorlog uit, toen konden we niet meer terug. Nee. Meen je niet? Ja, moesten vluchten via Syrië. Nee, joh. Ja, we hebben 2 dagen over gedaan en ondergedoken in de bergen in Beirut. Het was heel angstig, maar het hoort ook heel erg bij het land. Dus ik ben ook wel blij dat ik het heb gezien. Maar ik moest daar bellen. Maar 6 weken oud, dus ja. Je hebt geen herinnering. Nee. Alleen maar nul. Maar op het moment dat ik uitstapte daar... Ja, ik was een kleine... Ja. Bijna onder voet, hè? Zo dun. Zo klein. Nee, en op het moment dat ik uitstapte daar en de geuren rook... En het eten proefde en de mensen hoorde... En de zon en het zand, het stoffige... voelde ik gelijk als thuis. Ben je nieuwsgierig? Heb je onderzoek gedaan? Of denk je nou, ik... Kijk, dat is je moeder. Dit is mijn moeder. En wij zijn 4 handen op 1 buik. En wij zijn, ik lijk sprekend op mijn moeder. Oh, dat is, mensen zeiden op straat altijd tegen mijn moeder... Nou, ik kan wel zien dat het je dochter is. Terwijl dan knipoogden wij naar elkaar. En dan zeiden ze natuurlijk onzin. Maar dat wisten we als ons geheimtje, zou ik maar zeggen. Hè? Dus stel nou dat er niet ineens iemand op mijn stoep zou staan... en zou zeggen, ja, maar ik ben je biologische moeder. Dan denk ik, nou, ik heb er maar 1 en dat ben jij. En dat is... ja, mooi. Wij zijn heel close met elkaar. Ja, dat zijn we ook. Ja. Weet je wat zo mooi is? Ik vroeg op een gegeven moment aan mijn moeder van... maar wat dacht je dan voor toen je mij voor het eerst zo in je armen had? En toen zei mijn moeder, gewoon, dit is mijn kind. Ga ik voor zorgen. Daar hou ik van. Ja. Prachtig. Ja. 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 Maar Barbara was als kind, lekker druk. Ja. Alle dagen heel druk. Ja, maar dat zit echt in je karakter. Ja. Dat is het temperament ook. Ja. Ja. Zullen we nog een liedje voor u zingen? Ja, oké. Okay. Ja? Ja, prima. Heb je nog even tijd? Ja, natuurlijk. We make music without boundaries. She touches my soul. We are a distant melody waiting to unfold. She says, I'll sing for you. What will it hurt? And the angel voice tries to render my senses mute. And I say, and stimulates uncertainties while I just drink them up. Drink them up. Yes! Applaus, prachtig! Dank je wel. Prachtig. Leuk. Mama.
Bedankt dat je bij ons in onze Casa Caminta was aanwezig. Barbara, dank je wel. Geweldig dat je er was. Fantastisch dat ik hier mocht zijn. En zoals beloofd, de productie. Gaan we dat doen, hè? En we komen terug om een hapje te eten hier, hè? Ja, geweldig. Dank je wel. Nou en of. En jullie thuis, dank je wel voor het kijken. Meer informatie over het programma of het recept, kijk naar de site. Bedankt voor het kijken. Tot volgende keer. Ciao. Grazie.